Ik was helemaal vergeten dat die emoticons in deze game zitten. Kijk hem gaan, joh. Maar je moet met deze... Ja, nee, ik heb hem zelf gekild. Dan moet ik nog een keer die sniper doen. Ik snap er helemaal, maar ik heb helemaal niks van. Nee, kill ik weer mezelf. Dan kill ik... Nee, weer mezelf. Oh, hoe kan dat nou? Het is alweer een lange tijd geleden, maar we gaan terug naar Call of Duty Black Ops 4 om een aantal potjes Blackjack's Gun Game te doen. Oftewel, een van mijn favoriete game modes aller tijden. Dus heb je hier nu zin in? Ram er natuurlijk uit en blijf hem straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En op naar Game 1. Dit is een van mijn favoriete maps aller tijden, namelijk Summit. En dit is een heerlijk, klein, intensief, awesome mapje. En de eerste kill, die is ook binnen. Oh, 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 ze zitten nu echt overal. Wacht. Jongens. Achter je. Achter je. Ik schoot gewoon rustig, omdat je met dat pistooltje niet heel veel kogels hebt. En eigenlijk met elk pistooltje die je op dit moment in deze game mode krijgt, heb je niet heel veel kogels. Zij stil. Hey! Je moet niet gaan... Oh, hij staat niet stil. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Hij stond stil, maar hij stond toch niet stil. En waar je in Black Ops 4 ook rekening mee moet houden, voor de mensen die het niet weten, is dat je... Oh! Is dat je zelf moet healen. Dus ben je geraakt en wil je HP erbij terug, dan moet je zelf op je knopje drukken, zelf een spuit in je arm steken. Want anders ben je one-shot en blijf je one-shot, maar... Ik was even vergeten hoe intensief dit is in deze game. Wacht, er komt er een achter me aan, denk ik. Uh-oh. Dropshot werkt hier niet in. Wat ga je doen? Oh, ik zeg het, dropshot werkt hier niet in. Oh, ik had hem nog bijna, joh. Ik was aan het rennen, ik was aan het healen, ik was aan het kijken. Maar als je dropshot, dan kan je niet meer inzoomen. En wat moet je doen in Call of Duty als je een kill wil krijgen? Je moet inzoomen, schieten, je kan niet infiren. Dus dat was ik eventjes vergeten. We moeten gewoon door blijven rennen, we moeten gewoon blijven poeieren. Wat je in gun game echt niet moet doen is stil gaan staan. Je moet gewoon blijven rennen, blijven gaan. En blijven focussen. Goed die minimap in de gaten houden, want dan weet je natuurlijk waar de enemies zijn. En dan loopt er nu dus een door de container. Kijk, hoppatee, dat bedoel ik. Gewoon op de minimap kijken, loopt er hier en beneden. Hop, de spant er waarschijnlijk nu een recht voor me. Dat bedoel ik. En dan weet ik het nu even niet meer, dus nu ga ik iets rustiger even kijken, even zoeken. En dan zit er weer een, dezelfde plek. Let's go, dat bedoel ik. Let's go, er spant er weer een hier naast me. Uh-oh. Oh, ik ben natuurlijk helemaal geen snipers meer gewend. Ik heb deze game echt al lang niet meer gespeeld en dan krijg ik opeens een sniper in mijn handen. Uh-oh. Jongens. Dit is wel echt heel ongemakkelijk. Maar nee, ik krijg nog een hitmaker ook! Dat meen je niet! Ik kan het niet meer! Oh, nee. Hoppatee. Die sniper hebben we. Uh-oh. Snel erlangs, snel erlangs. Dankjewel, die sniper hebben we ook. Waarschijnlijk komt er een achter me. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Maar je moet met deze... Ja, nee, ik heb hem zelf gekild! Dan moet ik nog een keer die sniper doen, wacht. Uh-oh. Dankjewel. Als je zelf uitschakelt, dan moet je hetzelfde wapen nog een keer doen. Maar kijk, dit is het probleem. Als je iemand niet direct raakt, dan krijg je een hitmarker. Nee, dat bedoel ik! Dan krijg je een hitmarker! Eén voordeel is dat we ver voor staan. Oftewel, we hebben alle tijd om deze kill te pakken. We hebben ook alle tijd om 3, 2, 1... die kill te pakken. En dan hebben wij de eerste game gewonnen. Dit is echt weer old school lekker, man. Ik hou echt van gun game. Ik kan dat echt de hele dag spelen. En we hebben zelfs de killcam. Kijk. Hop, met de swordfish. Wat is dit? Hoe heet dit wapen ook alweer? Dat weet ik niet meer. Dit is de... Weet ik ook niet meer. Ik ben al die... Oh, jawel, de BRM. Dit is de VKM. Ja, ja. Hier, ik weet het nog wel. Ik weet de wapens nog wel uit mijn hoofd. Maar we gaan door. Naar game 2. Ik was helemaal vergeten dat die emoticons in deze game zitten. Kijk hem gaan, joh. Volgende game is begonnen op de map Grind. Dat is een hele fijne map om op te spelen. En
Die schat zit gewoon rennen te schieten, joh. Wat is dit dan? Wacht even, ik moet even reloaden. Het gaat kogel per kogel, wacht. Oké, we kunnen weer. Oh, hij komt achter me. Dat was tactiek, dat was super slim van hem. Maar hij heeft hem niet goed uitgewerkt. Maar wat is die gast er aan het doen, joh? Weet je, ik ga bij hem wegrennen. Er staat er één gewoon random te schieten de hele tijd. En in plaats van dat ik hem ga proberen te killen met een shotgun op een hele lange afstand, laat ik hem gewoon lekker zijn ding doen en komen we via een hele andere angle naar hem toe. Dat was een goede kill, want ik zag hem aankomen. Oh, daar gingen we bijna. En nu weet ik even niet meer waar ze vandaan komen. Oh, achter me, achter me. Oh, waar ga je naartoe? Klim er overheen. Let's go, hij luistert. Hij luistert gewoon naar me. Ik wil hier nu wel weg, want ze weten mijn positie. Ze weten dat ik daar sta. En ze weten ook dat ik ze aan het killen ben. Dus vandaar dat ik heel even... Oh, nee. Wat doe je nou? Ik ben echt niet dom, hoor. Ik weet echt wel dat je in dat hoekje gaat zitten. Dat was gewoon de standaard move van elke Call of Duty speler in Call of Duty. Dat hij achter... het hoekje gaat zitten. Ik moet hier weg, want er komt iemand om afrennen via rechts. Dat is een goede kill. Dat was ook een goede kill. En die persoon die rechts zat, die zit er niet meer. Er zit er wel hier een recht voor me. Nu niet meer. We zijn lekker aan het spelen hoor, kom maar. Nice, nice, zit er nog één achter. Ik kan deze challenge. Dat is één keer geraakt, maar er komt er ook weer via de andere kant. Oh! Ik moet healen, ik heb nog mijn 11 HP. Uh-oh. Nee, hij bleef doorschieten. Ik had verwacht dat hij niet zou doorschieten, maar hij deed het. Slimme move, want ik was al bijna dood. Dat wist hij zelf ook. Het was slim dat hij daar door bleef schieten. Wat ben je aan het doen? Wat is dit dan, joh? Het maakt niet uit hoe oud een Call of Duty is. Je blijft de raarste dingen meemaken. Waarom zou je daar gaan liggen, joh? Ik snap er helemaal, maar ik heb helemaal niks van. Nee, ken ik weer mezelf! Ah, dan moet ik weer die sniper opnieuw doen. Dan heb ik toch helemaal... Uh-oh. Daar heb ik toch helemaal geen zin in. Er zit er een achter me. Niet jezelf opblazen, Jan. Alsjeblieft. Niet jezelf opblazen. Dat was een hitmarker. Daar heb je helemaal niks aan. Dat was geen eens een hitmarker. Dat was helemaal niks. En hij komt achter me. Hij komt achter me rennen. Let op. Via waar komt hij? Via boven hier. Nee! Daar kan je toch helemaal niks tegen, joh. Bim! Dat is een hitmarker, heb je niks aan. En dan erachteraan schieten. Wat dan heb je hem? Let's go, laatste wapen. De ballistic knife. Bah! Oh, die gaat helemaal scheef. Ik weet niet waar die naartoe ging. Laten we daarop houden. Wie wordt mijn laatste... slachtoffer, dat ben jij. Killer King Pro 06. Nee, nee, nee. Excuses. Killer King lage streepje Pro 06. Was mijn laatste slachtoffer. En opnieuw hebben we weer de killcam. Ja, deze was wel heel even tactisch afwachten. Want er stond er één voor me. Één links van me en één rechts van me. Dus dan moet je even nadenken. Hoe ga je ze killen? Ga je erop afrennen? Nee, dan ga je dood. Ga je wachten? Een beetje tricky. Ga je gewoon er één voor één uitschakelen? Zeker weten. Maar we doen er nog eentje. Dus op naar het volgende potje. Ik moet je zeggen, dit is ook wel fantastisch. Want ik kom in een potje waar iemand al bij het laatste wapen is. Dat was hem. Wat is dit dan? Ja. Een iets wat grotere map. Maar we zijn aangekomen op de map Militia. En er staat hier een enemy, maar die zit hier boven. Dank u. Ik weet niet waar hij mee bezig was. Ik weet niet wat zijn plannetje was. Van jou ook niet. Maar ik schakel ze gewoon één voor één uit. Want dat is hier de bedoeling van. Hij staat achter die steen. Wat is die aan het doen, joh? Oh mijn god. Wow, yo. Ik zag hem echt net op tijd. Dat scheelde zo ongelooflijk weinig. Je weet dat ik gewoon zie springen, hè, vriend. Hij kwam nog wel sneaky het hoekje, joh. Want hij had me bijna. Maar jullie weten het. Bijna... is nog niet helemaal. Ik moet een wapen reloaden. Bro. Oei, yo, die gast is goed, hoor. Oeh, die speelt het echt heel slim. Maar dit kost zo enorm veel tijd als je zo'n vijand tegenkomt.
Waardoor iemand anders gewoon door blijft gaan met die kills pakken, joh. Dus ik ben er eigenlijk niet zo heel blij mee, als ik eerlijk ben. Zet er nog een achter. Ik weet alleen niet via waar die gaat komen. Via binnen hier, via binnen hier. Let's go. Moet even iets sneller gaan nu. Als ze blijven hangen, dan gaan we een probleem hebben, want dan gaan we hem niet meer kunnen inhalen. Dit wordt iets te close, denk ik. Kom naar binnen, want dit duurt te lang. Hij gaat omlopen. Waarom loop je om? Ik kon gewoon via de kerk komen, vriend. Ik sta ook eigenlijk op de verkeerde plek, want andere plekken in deze map kan je sneller de kills krijgen. Maar ik sta wel op de meest veilige plek. Wat doet hij? Hij komt achter me. Oh, dat was geluk. Komt er een voor me en er komt er een achter me. Kom er binnen, kom er binnen, kom er binnen. Ik weet dat ik het wil. Nee, dat was fout, dat was fout. Ah, ik had hem daar moeten hebben, man. Dat was mijn kill, maar het ging even fout. Maar dat maakt niet uit. We staan 150 tegenover 160. Dus als hij vast blijft zitten met de snipers, dan hebben we gewoon nog echt wel een kans. Oké, dat is één sniper. Dan moet ik deze, moet ik in één keer hebben. Let's go, dat is twee. Nog één te gaan. Hij komt via rechts. Let's go, we zijn langs de snipers. Nu die stomme RPG. In één keer, dit moeten we kunnen. Oh, dat is een hitmarker. Snel reloaden, snel terug, 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 terug. Hij is weg. Dat is foute boel. Ik moet hem hebben, ik moet hem hebben. Ik ga er gewoon op af. En we hebben hem! Let's go! Ah, oh, dat was slim. Ik liep om. Hij wist niet meer waar ik was. Hij zat te kijken. Ik was 11 AP of zo. Maar we hebben hem nog gewoon gehaald. Ik zeg het, gun game. Wat een game mode is het, joh. Wat we doen is gewoon puur omdat het kan. En ook omdat we het niet meer zo vaak spelen. Is nog één laatste game erachteraan. Dus ik zeg op naar game 4. Kikkeboe, vriend. De laatste game is van start gegaan op de map Seaside Sunset. Oftewel een hele leuke map om te spelen. Ja. Die Mosu is zo'n slecht wapen. En als je één kogel mist, dan kan je gewoon de kill meteen vergeten. Ik moet snel even healen en dan ren ik op hem af. Let's go. Oh, ik heb nog één kogel. Make it count. Nee, laat me reloaden. Oké, we kunnen weer. Wacht, we kunnen weer. Wacht. Wacht. Oh! Wat gebeurt er allemaal? Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Oh, ik zei wel dat de Mosu slecht was. Maar deze shotgun, die kan er ook wat van, hoor. Helemaal geen range, helemaal niks. Wat ben je aan het doen? Ik heb geen idee. Hij ging... Dat was echt een sneaky plek, by the way, waar die stond. Wacht eens even. Oh mijn god! Waarom kom ik er nu pas achter dat je daar gewoon tussen die visjes door kan kijken, joh? Dat is een briljante plek. Kijk. Oh, die moet ik gaan onthouden. Ik zweer het. Dat is echt een beest van een spot. Moet natuurlijk wel oppassen dat er niemand in je rug komt als je er staat. Zijn een beetje scheef. Maar het hoort er ook allemaal bij. Zolang we de game maar winnen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ik denk dat hij voor me spant. Ja, zag je hem? Ik moet healen, ik moet healen. Hij kon me sowieso pushen. Hij kwam me pushen omdat hij wist dat ik weak was. En daarom hield ik mezelf heel snel. En ging ik daarna pas weer verder. Dat was echt 300 IQ. Wajo. Maar we gaan wel hard, hoor. Ik moet heel even wachten tot ik mijn AP erbij terug heb. En dan kunnen we weer verder naar voren. Die vijand die loopt voor me weg. En hij loopt hier beneden, hij loopt hier beneden. Dankjewel voor de kill. Komt er sowieso één recht voor me nu. Ja, zie je, daar komt hij. Let op. Dat bedoel ik. Staat er nog één, nog één, nog één. Dat bedoel ik. Snel healen, want ik heb nog maar 8 AP. Wat is hij aan het doen? Holy crap, wat was hij aan het doen, joh, die gek? Oh, daar kon ik niks aan doen. Er kwamen er twee. Er zat er ook nog één in de deuropening. Goeie move van hem. Uh-oh. Dit is foute boel. Hij gaat sowieso jumpen het hoekje omkomen als hij er zin in heeft. Uh-oh. Ik moet.
Yes, dankjewel. Ik moest gaan. Want iemand anders zit ook op 150 punten. En wij op 170. Dus als we nu langzaam gaan spelen. En we gaan er nu te lang over doen. Dan gaan we dit niet winnen. Maar hij gaat via de andere kant. Oh, dat meen je niet. Dankjewel. Ik heb hem alsnog. Ik had niet verwacht dat hij via daar zou komen. Maar dat maakt niet uit. Dat is een hitmarker. Eerst reloaden. Dan weer door. Hij gaat via hier. 100%. Nee, niet. Dan kan ik... Nee, weer mezelf! Oh, hoe kan dat nou? Als ik op iemand schiet, krijg ik alleen maar hitmarkers. Maar als ik op mezelf schiet, dan krijg ik altijd een directe hit. Waardoor ik mezelf uitschakel. Oh, dat is echt zuur. Let's go. Killsteal. Dat is goed. Hitmarker, dat is niet goed. Snel reloaden, voordat er iemand anders komt. Ik schoot me er expres gewoon achteraan, maar... Oh, nu heb ik mezelf niet. Deze keer hebben we het wel overleefd. Kaching, dat is mis. Nee, dat is ook mis. Wacht. Let's go. Zag hem vliegen. Heel rustig. En dat was ook het laatste potje van de dag. Een klein beetje too close for comfort. Maar we hebben ze allemaal gewonnen. Dus mocht jullie hebben genoten van deze video, ram er natuurlijk uit. Het lijkt me straks super gaaf vinden. Ik vind het leuk om af en toe even terug te gaan naar een bepaalde Call of Duty. Om gewoon even een paar potjes te spelen. Puur voor de fun, puur voor de lol. Maar we proberen wel altijd te winnen. Dus mocht jullie het leuk hebben gevonden, ram er natuurlijk uit. Het lijkt me straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.